Welkom, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Aan tafel met. Vandaag zit ik met de heren van BBA. Welkom mannen. Atze en Arjen, ik zal beginnen bij Atze. Wie ben je, wat doe je? Ja, allereerst dank voor de uitnodiging, leuk dit. Ik ben directeur van BBA Binnenmilieu. Een bureau dat zich bezighoudt met binnenluchtkwaliteit, thermisch binnenklimaat en licht in gebouwen. Oké. En wie heb je meegenomen? Arjen? Ja. Ja, ik werk al 20 jaar of zo met Atze. Op een gegeven moment een tijdje weg geweest, maar blij weer teruggekomen bij BBA. En ik adviseer over gezonde gebouwen, binnenmilieu. Binnenmilieu kun je een beetje opdelen in luchtkwaliteit, thermisch comfort, akoestiek en licht. Dus dat zijn een beetje de vier velden waarop wij spelen. Ja, ik begrijp ook dat verlichting jouw expertisegebied is. Ja, dat is wel mijn troetelkindje. Maar ja. Ja, je kunt niet echt integraal advies geven in gebouwen als je niet op al die vier die velden wel kunt spelen. Maar we hebben ook binnen bureau allemaal wel onze specialismes en dingen die we het leukst vinden. Ja, ja. Nou, toen jullie binnenkwamen, toen merkte ik al gelijk, dit zijn serieuze heren. Een grote ruimte, fijn, goed voor de luchtklimaat, de deur open. Het is goed gekeurd. Ja, het is goed gekeurd? Ja. Ja, dat is goed om te horen. Hoe zou je zelf omschrijven het bedrijf, wat je het precies doet? Ja, misschien een beetje een rare eend in de bijt als het gaat over ingenieursbureau. We zijn natuurlijk een ingenieursbureau, we zijn allemaal ingenieurs, alle medewerkers. Maar we zijn wat minder gefocust puur op de techniek. Een aantal van ons hebben achtergrond installatietechniek, bouwkunde, bouwtechnologie. Maar bij ons staat toch altijd wel centraal de mens. Hè? Dus comfort, gezondheid, welzijn, arbo, leerprestaties, productiviteit. En of het dan gaat over een nieuw gebouw waarbij het de bedoeling is om een werkomgeving zo goed mogelijk te maken. Of een bestaand gebouw waar mensen met klachten zijn. Of een richtlijn om te zorgen dat er een goede lichtsituatie of temperatuursituatie gecreëerd wordt. De mens staat eigenlijk altijd centraal bij ons en niet de techniek. Ja, dat is wel mooi. En heb je daar een voorbeeld van waarom de mens centraal staat in problematiek, zeg maar? Nou, ik weet nog wel, toen ik mijn eerste baan was ooit bij de Arbeidsdienst van de Rijksoverheid. En toen hadden we op een gegeven moment een project met wat scholen. En toen viel het kwartje bij mij op een gegeven moment dat ik dacht van ja, ik zit nu tegen die schooldirecteur te praten over de Arbo-wet en over het bouwbesluit en over ventilatiehoeveelheden en over CO2-concentraties. En dat interesseerde de man in kwestie eigenlijk helemaal niet. Op het moment dat je het dan gaat hebben over van ja, maar jouw leerprestaties, hè, die gaan hier omlaag omdat er te weinig verse lucht is. Ja, dan praat je in de taal van degene die tegenover je zit. Hè. En die man is alleen maar geïnteresseerd in kinderen en in leren en de rest is bijzaak. Dus dat was wel een mooie eye-opener. Ja, dat is een mooi leermoment bij een school. Leermoment bij een school, nou, ja. Heel toepasselijk. Ja, ja. En Arjen, jij vatte dat net eigenlijk wel heel grappig samen. Hoe vertelde je dat nou net tegen mij, van hoe je dat doet? Oh ja, nou ja, soms voel ik me een soort gebouwendokter, een soort huisarts. mensen hebben een probleem en dat probleem is echt iets wat ze ervaren, wat ze voelen. En wij hebben een soort aanpak om dat te onderzoeken. En soms lijkt dat een beetje op wat een huisarts doet. Ja. Gewoon niet meteen gaan meten, maar eerst gewoon eens goed met ze praten en vragen stellen. En kijken wat ze nou eigenlijk ervaren, wat ze nou eigenlijk dwars zit. En dan kun je op een gegeven moment gaan kijken van welke rol speelt techniek daarbij. En daar zijn we ook goed in, maar om dan meteen de techniek in te duiken, dan sla je vaak de plank mis, denk ik. Ja, het zou zo'n logische aanpak moeten zijn, maar in de praktijk is dat veelal niet het geval. Nee, kennelijk niet, want altijd als ik op een feestje vertel wat voor werk ik doe, dan is het meteen, je moet bij ons langskomen, want wij hebben zo'n rotgebouw. En dat moet maar eens goed gemeten worden. Van, wat merk je dan? Dan ga ik meteen ook wel vragen stellen. Maar je merkt nog steeds dat daar een groot probleem mee is eigenlijk. Ja. Dat is natuurlijk in de jaren 80 het sick building syndroom. En het staat nu niet meer op de voorpagina's, maar het probleem bestaat nog steeds. Oké. En jullie hebben het bijna nu drukker dan ooit tevoren, heb ik het gevoel. we kunnen er niet omheen, COVID-19. Sommigen kunnen Atze misschien van tv. Die wordt al veel vaak uitgenodigd. Vorige week op het 8 uur journaal. Ook nog eens, ja. Niet elke week hoor. Niet elke week. maar waarom hebben jullie het nu zo druk dan? Nou, je merkt dat met COVID-19, op een gegeven moment was er een lockdown, iedereen moest thuis gaan werken. En nu komt het eigenlijk los dat mensen weer rustig aan naar kantoor gaan en weer naar hun werk gaan. En op een gegeven moment rijst dan ook de vraag,
hoeveel mensen kunnen er veilig in het gebouw bijvoorbeeld? En wat kunnen we met ons gebouw doen om te zorgen dat mensen daar ja, met een soort van beheerst risico kunnen werken? Nou, daar speelt ventilatie een rol bij, daar speelt luchtkwaliteit een rol bij. En ja, het is een manier van denken die we kennen. Dus daar, ja, we krijgen daar steeds meer vragen over. En hoe weet men jullie te vinden? Ja, het is... als je googelt op iets met binnenmilieu, gebouw en gezondheid, dan kom je snel bij ons terecht. Maar dat terzijde. Verder, wij hebben ook in de loop der jaren hebben we veel tijd gestopt in meedenken over richtlijnen. Bijvoorbeeld van de SDU, over gezond bouwen, arbothema-creëers. Meegeschreven aan publicaties, normen en zo. En op dat moment zeiden mensen vaak tegen mij, ja, waarom ben je daar als bedrijf mee bezig? Kost alleen maar tijd, lever niet gelijk geld op. Dat was waar. Heb ik ook wel gevoeld, de eerste jaar. Maar op een gegeven moment krijg je natuurlijk wel dat mensen dan... dan krijg je een discussie en dan komt er iemand met een arbo-richtlijn op tafel. Ja, maar volgens deze norm zit het zus en zo. En dan natuurlijk wel leuk als je kan zeggen... Ja, juridisch gezien is altijd hoe het bedoeld is, dat is het belangrijkste. Nou heb ik dat stukje toevallig geschreven en zo is het bedoeld. En dan wordt het vaak heel stil aan tafel opeens. Zo van, oh ja. Dat is wel een beetje onderdeel van de bedrijfsstrategie. Maar daar moet je wel echt een lange adem voor hebben. Dat duurde 5 jaar of zo voordat we daar plezier van gingen krijgen. En had je al tijd al die visie om op die manier eigenlijk business te voeren? Nou, ik ben eigenlijk niet zo'n ondernemer in hart en nier. Ik vind het misschien nog belangrijker dat we gewoon goede gebouwen maken in Nederland. En als het gaat over gezondheid in gebouwen, bijvoorbeeld nu in COVID-19 tijden, dat we de juiste dingen doen. En dan in het kielzog ervan probeer je natuurlijk een boterham te verdienen, je medewerkers aan het werk te houden. Maar het is niet dat ik dan elk uur van de dag bezig ben met een zo hoog mogelijke omzet draaien. Ik hou dat al bijna 25 jaar vol, dus iets moet goed gaan. Ja, dat wordt je wel gegund. Maar ik denk ook, dat zie je natuurlijk ook bij veel start-ups, hè, dat gewoon met je hart in zitten, zeg maar, en voor het onderwerp staan en ervoor gaan of zo. Ja, dat is misschien ook wel weer de kern van ondernemen. Zie je later wel of dat met de omzet goed komt. Zie je nu verandering op het gebied van COVID-19? Je zegt, het is niet altijd gedreven vanuit het financiële oogpunt. Ik wil juist mensen helpen, de kennisdeling. Zie je daar nog veranderingen momenteel? Nou, kijk, net als veel andere bedrijven hebben wij de eerste 2 maanden van de lockdown. We hadden een paar projecten die nog een beetje door konden gaan. Wat literatuuronderzoek en zo, maar ook heel veel lag gewoon stil. Dus bij ons was het ook wel een klein beetje paniek in de tent. Je ziet nu dat we heel veel extra vragen beginnen te krijgen. Hè? Wat Arjen al zei, van het gebouw gaat weer open. Kun je controleren of het goed zit bij ons? Aan de installatiekant bijvoorbeeld. Dus we zijn nog een beetje zoekende naar de nieuwe vormen. We hebben nu ook wat projecten die we vroeger ter plekke deden door in het gebouw rond te lopen. En dan hadden we een klant die dan gewoon al rondlopend gewoon opnames maakte. Oh, en dat we wat dingen meer op afstand zijn gaan doen. En dat kan ook veel meer dan dat we dachten. We doen ook enquêtes bijvoorbeeld. Die kun je ook gewoon op afstand doen, web-based. Het is ook een interessante tijd. Ik doelde meer ook op de... ik werk nu in groepen met in Duitsland en Engeland, om juist die kennisdeling, hoe dat op gang komt. Dat is een soort oorlog, gaf je het aan, situatie. Macron heeft dat natuurlijk mooi gezegd, hè? We are at war, maar dan op zijn Frans. Nous sommes en guerre, zegt hij dan, geloof ik. Wat ik wel merk is dat traditionele agenten die er zijn, bijvoorbeeld met andere adviesbureaus of groepen wetenschappers, ook internationaal, dat de afgelopen maanden, dat vond ik zelf ook wel heel mooi om te zien, dat je, bijvoorbeeld, ik heb eind maart al contact gehad met een groep wetenschappers in Hongkong, waarvan ik wist dat die veel onderzoek gedaan hadden naar de vorige SARS-virus. Hoe zit dit, hoe zit dat, hebben jullie daar een tool voor, hebben jullie nog een checklist, in het Engels dan, wil je dan terugvertalen. En vroeger was het dan, hoe zit dat dan commercieel? Maar nu was het, iedereen deelt alles met iedereen. Is nu eigenlijk nog steeds een beetje aan de hand. Zijn er nieuwe tools aan het ontwikkelen om dingen uit te kunnen rekenen qua besmettingsrisico's. Gewoon met andere bureaus, met 2 TU's tegelijk. En iedereen doet een stukje en je gaat opeens natuurlijk veel harder dan je normaal gaat. En dan achteraf ga je het dan een keer hebben over, hoe zit het nou eigenlijk financieel en juridisch? Maar dat zien we dan wel weer. Ja. En persoonlijk stel ik me voor dat het zo in de oorlog ook was. Hè. Op een gegeven moment in Engeland moest je gewoon aan het einde van de maand zorgen dat er 100 tanks klaar waren. En dan moet je gewoon samenwerken. En niet denken van dat schroefje heb ik uitgevonden. Ja, maar als jij mijn schroefje niet neemt dan, huppakee, schouders eronder, gaan we die banaan. En dat vind ik zelf eigenlijk heel, heel interessant aan deze tijd. Ja, Rutte die op een gegeven moment ook zei, we varen op zicht. We moeten gewoon een beetje improviseren en doen wat ons op dit moment het beste lijkt.
En nou, zo zie je ook de inzichten een beetje veranderen. Waar we nou 2 maanden geleden nog dachten van, nou ja, overdracht via de wc eigenlijk zou een grote rol kunnen spelen. Als je doortrekt, dat er dan allemaal virus in de lucht kunnen komen. Nou ja, die weg bestaat nog steeds, maar we denken niet meer dat nou een hele grote is bijvoorbeeld. Dus eerste keer dat ik het hoor. Wat ga je nou doen in een gebouw om het veilig te maken, zeg maar? Van nou ja, dat is wel eentje om even naar te kijken. Maar zorg vooral dat je het in de werkruimtes goed krijgt voor de mensen die samen in een ruimte zitten waarvan er één heel misschien besmet is. Ja. Dus daar hebben we inmiddels veel meer beeld van waar je aandacht op moet richten. Ja. En nou, dat vind ik ook wel spannend, dat het gewoon een ontwikkeling is. Ja, en ja. Vandaag vind je iets uit en morgen ga je ermee verder. Ja. En dat is echt niet iets wat je zelf doet, hè? Want ook die groep internationale wetenschappers, er zijn een stuk of 250 waar nou bijna dagelijks mee gemaild wordt. En dan is er iemand uit Amerika die heeft iets uitgevonden of iets getest en er komt X uit. En dan hup, dan ga je dat gelijk met z'n allen nog toch 2 keer dubbel checken en kun je de volgende stap weer maken. Dus gaat eigenlijk veel sneller opeens. Dus eigenlijk leren jullie ook heel veel ervan. Ja. Want ik bedoel, ik hoorde net al, hè, we gaan op camera, kunnen we van afstand dat doen. Ja. Enquêtes worden nu digitaal. Ja. Dus eigenlijk na deze periode hebben jullie allemaal tools erbij gekregen om nog efficiënter, beter te werken. Ja, ja, nou, we waren al bezig met sensornetwerken eigenlijk om luchtkwaliteit in gebouwen in kaart te brengen. Dat is echt iets waar ze in China en India sneller mee waren dan hier. Het is ook een groter probleem, zeker met fijnstof in de steden en in gebouwen. Dus daar zijn sneller dan in de westerse wereld eigenlijk monitors ontwikkeld, sensoren om dat te meten. Methodieken om dat in kaart te brengen in gebouwen. Hoeveel fijnstof hebben we nou in het gebouw? En hoe erg is dat? En hoe verhoudt zich dat tot wat er buiten is? Nou, daar zijn we sinds een paar jaar ook mee bezig eigenlijk. Om dat in Nederland in gebouwen te gebruiken. Dus daardoor hadden we eigenlijk al wat expertise opgebouwd over hoe zet je nou een sensornetwerk in een gebouw in elkaar. Wat voor meetapparatuur gebruik je erbij? Hoe communiceert dat met elkaar? Hoe zorg je dat op een server terechtkomt waar je het kunt interpreteren, waar je er grafieken van kan maken of op een gegeven moment een advies geven van, nou ja, dit piekje in je meetgegevens is wel een probleem en die andere niet. Ja. Zoiets. Nou ja, en nu met die coronatijd kunnen we eigenlijk die kennis die we toen al hadden opgedaan, of die we de afgelopen jaren hebben opgedaan, ineens op een andere manier in praktijk gaan brengen. Door kooldioxide in de gaten te houden in gebouwen. Ik kan er een beetje van uitgaan dat iemand die misschien besmet is, die ademt op de een of andere manier die virussen uit. Ademt ook kooldioxide uit. Nou, virussen in de lucht kun je niet meten. Je kan niet zo direct meten van, hier zitten er zoveel in de lucht. Je kunt wel meten hoeveel kooldioxide er in een gebouw in de lucht zit. Of in een kamer. Dus daarmee is kooldioxide een beetje een maat voor hoeveel er wordt geademd in een ruimte. Of hoeveel mensen er in een ruimte zitten. En ja, dat is eigenlijk hoe goed de lucht wordt verdund. Hè? Ja. Je kunt de ventilatie van een kamer een beetje vergelijken met een emmer waar aan de onderkant een gat in zit. En waar boven een kraan open staat. Ja, als die kraan open staat, komt er steeds meer water in. Als dat gat groot genoeg is, dan loopt het ook snel weer weg. Als dat gat kleiner is dan de hoeveelheid water die erin loopt, dan vult die emmer zich. Nou, zo kun je ook de luchtkwaliteit in een kamer een beetje beschouwen. Er zijn bronnen en die vullen die emmer, die vullen die luchtkwaliteit in de kamer. En de ventilatie is dan dat gat onderin waarmee het weer wordt verdund en afgevoerd. Nou ja, als dat met elkaar in evenwicht is, dan blijft het evenveel. En als er meer wordt afgevoerd, dan ga je de goede kant op. En als er te weinig wordt afgevoerd, dan blijven de niveaus stijgen. En dan ga je de verkeerde kant op. En hoe is het gesteld in Nederland met binnenklimaat? Nou, dat is wel grappig, want kijk, wij denken dat we daar natuurlijk wel wat over weten. Wij kunnen ook wel wat cijfers geven van, zoveel % van de scholen voldoet aan die eisen. Maar we hebben nu best veel klanten, die ik ga geen namen noemen, maar grote klanten dat je denkt, die hebben het allemaal serieus op elkaar. Maar op een gegeven moment, je krijgt nu de vraag, omdat we weten dat met name die ventilatiefout op ruimteniveau is heel belangrijk. Dus je wil eigenlijk weten van, oké, wij zijn hier, hoe zit het in al onze ruimtes? Wordt daar genoeg geventileerd? En veel bedrijven die hebben dan wel een rapport van 4 of 10 jaar geleden, toen het gebouw verbouwd is of toen het opgeleverd werd, dat luchtzijdig inregelrapport heet dat dan, van dat je terug kunt zien van, daar is stonden de klep zus en daar zo, en daar wordt 200 kub toegevoerd en daar 300 kub. En dat wordt dan met een soort meettoeter wordt dat nagemeten. Maar als je vraagt gewoon nu, hè, dus van hoe zit het? Sommige gebouwen hebben dan hele slimme sensoren en dan kun je dat op afstand uitlezen. Maar velen ook niet. Dus is nu opeens de vraag van, die en die vergaderruimtes,
gaan we binnenkort weer met z'n allen inzitten. Ja, we willen wel even zeker weten dat het genoeg geventileerd is. Ja, weet jij hoe het zit? Dus we hebben ons eigen gebouw, kregen we die vragen ook. Maar wij hebben ze, nou, omdat we natuurlijk zelf in die sensorbusiness zitten, hebben we sinds 3 kwart jaar hebben we daar wat nieuwe geavanceerdere sensoren in zitten. En de belangrijkste ruimte, daar zitten ze in. Dus we komen gelijk in de tijd terugkijken. Hoe was het afgelopen winter? Bij verschillende hoeveelheden mensen. Negatief? Ja, dat zegt eigenlijk allemaal wel goed uit. Dus goed genoeg, laat ik het zo zeggen. Dat is niet perfect, maar... En dat is dan een hele korte discussie, terwijl bij veel klanten van ons is het van ja, gestuurd van iemand langs die dan al die kamers gaat meten, doen we dat steekproefsgewijs, kunnen we op een andere manier afleiden, moeten we iets met tracergassen doen, hè? Nou, ga je dus een chemische stof de lucht in laten en dan kijken hoe snel die concentratie omlaag gaat, je kunt hele ingewikkelde dingen bedenken om te kijken of een ruimte goed geventileerd is of niet. En dus maar als je het niet zo ingewikkeld wil maken, maar wel gewoon wil weten, wat zou dan een goede aanpak zijn? Alles simpels is eigenlijk, Arjen zei het net al, van dat je op het moment dat je met een paar mensen in de ruimte zit, niet zo'n hele grote ruimte, dan zul je gewoon zien als je CO2 meter bij je hebt. Tegenwoordig kun je die dingen voor €150 zelf ook online kopen met mooie apps erbij en zo. Als je dan gewoon ziet van hoe die CO2-concentratie oploopt en je maakt voor jezelf dat grafiekje bij wijze van spreken, hè, elk kwartier even wat de concentratie is, dan zie je op een gegeven moment dat die afvlakt, dat die op een soort steady state concentratie uitkomt, dan kun je terugrekenen. Als je de maat van die ruimte weet van hoeveel er geventileerd wordt. Wat de zogenaamde ventilatiefout is. We hebben dat net gehoord in vliegtuigen, dat die ventilatiefout ongeveer 20 is. He, dus dat elk uur dat volume van dat vliegtuig aan de binnenkant 20 keer ververst wordt. En eigenlijk wil je in een vergaderruimte, het liefst dat dat een ventilatiefout van 4 of zo is. En dat kun je dan eigenlijk terugrekenen door inderdaad die CO2-concentratie te meten. En het is eigenlijk heel simpel. Voor jullie is het heel simpel. Ja. Nou ja, ik had vandaag nog iemand aan de lijn van de GGD en dan leg ik dit gewoon uit. Vroeger zei ik dan, het is allemaal heel ingewikkeld, huur onze marine. En nu denk ik van koop dit en dit apparaat, ook omdat we de tijd niet hebben hoor. Ja. Maar ik denk van het wordt ook omdat apparaten steeds beter worden, steeds nauwkeuriger ook. Maar in de kern, hoe is het gesteld? Want ik hoor net van die tekenen zijn dan 10 jaar oud. De panden veranderen, de indelingen hiervan veranderd. Ja. Maar ik neem ook aan dat de installatie gewoon afneemt qua kwaliteit. Ja. Zie je daar nu een bottleneck ontstaan? Of hoe? Gewoon in het algemeen wordt het wel beter. En ik hoop dat we daar ook een rol mee hebben gespeeld de afgelopen 20, 25 jaar om... binnenmilieu meer op de kaart te krijgen in Nederland, dat dat ook echt wel beter mag. En bij scholen is dat echt wel merkbaar. Ja, absoluut. Het is voor ons altijd een beetje een vertekend beeld, omdat we natuurlijk heel vaak worden gebeld voor gebouwen waar het is misgegaan. Dus dan komen we langs om inderdaad een gebouwendoktertje te spelen. Wat voor problemen zie je dan al zo? Nou, gewoon veel gehoorde klachten in gebouwen zijn hoofdpijn, klachten over geïrriteerde slijmvliezen. Dus dat voelt dan als een droge mond, neus, dat soort dingen. Te warm, te koud, tocht. Dat zijn wel heel veel voorkomende klachten. En zeker die klachten die zo die lichamelijke kant op gaan, hoofdpijn, concentratieverlies, die vinden we heel interessant, want dat is natuurlijk helemaal niet zo eenduidig waar dat vandaan kan komen. En die hebben vaak meerdere oorzaken. Dus eigenlijk als je dat soort symptomen begint te merken als werknemer, moet je soort de Ghostbusters bellen om dat jullie dat in kaart gaan brengen van wat er nou speelt. Of je doet je ramen open, dat kan ook. Ja, dat moet wel kunnen. Ja, de man in black, hebben we ons ooit genoemd. Ja. Ja. Maar dan komen we langs en gaan op zoek naar oorzaken. Ja. Het is ook vaak wel dat je een beetje gericht, we proberen ons altijd, als er een gebouw problemen zijn, doen we enquêtes of we lopen rond. We beginnen altijd met eerst een beeld te vormen, wat zijn nou de ervaringen voordat we gaan meten, zeg maar. One first thing. Net als de huisarts, die vraagt ook eerst door van wanneer heb je die hoofdpijn en zit die migraine in de familie. Dus eerst even goed praten met de gebouwgebruikers. Building use methode heet het officieel, dat je dus het gebouw in gebruik analyseert. Dus ook vanuit het perspectief en de ervaringen van de eindgebruiker. En dan is vaak al het type klachten wat je hebt, geeft ons al aanwijzing van we moeten X, Y of Z meten. Ja, dus als iedereen zegt van, joh, ik heb een soort, met name in de winter, een soort tinteling in het puntje van mijn neus. Pungency heet dat in het Engels, ik heb eigenlijk geen Nederlands woord voor. Dan weet ik van, dat is iets met schimmel in de lucht. En dan krijg je niet in je hele neus irritatie, maar in het puntje van je neus. Helemaal voorin aan de binnenkant. Okay, interessant. Fenomeen.
als ik op een gegeven moment een gebouw heb waar heel veel huidklachten zijn bijvoorbeeld en oogklachten en voor de rest valt het wel mee, nou dat zou dan de hoek van vezeltjes in de lucht, hè, dat er misschien ergens los isolatiemateriaal ligt wat dan via het ventilatiesysteem de ruimte inkomt. Dus we proberen altijd een beetje op basis van het klachtenprofiel al een beetje een idee te hebben van we moeten daar en daarin zoeken. He, van ja, er zijn toch klachten, maar het is vooral in het tussenseizoen en niet in de winter. Nou, dan weten we ook een beetje van, dan moeten we naar die en die instellingen en niet naar die en die instellingen kijken. Dus in die zin is nou ja, gewoon menselijke feedback voor ons eigenlijk heel belangrijk op het moment dat we gebouwen onderzoeken. Dan heb je eigenlijk in die 25 jaar, hebben die zoveel kennis opgedaan, dat staat bijna niet in boeken, lijkt me. Ze hebben een paar hele goede boeken over dit onderwerp. Onder andere professor Philo Bluizen van de TU Delft heeft een paar hele mooie dikke boeken geschreven over dit onderwerp. Dus voor de mensen die echt de diepte in willen, even niet op de titel komen. Weet jij het? Zullen we het later nog vernoemen. En op zich, hè, dus wat basale kennis staat bijvoorbeeld in zo'n SDU-publicatie. We hebben er zelf ook best een en ander over gepubliceerd. Maar dit soort dingen, hè, met het puntje van die neus of zo, ja, dat heb ik nog nooit ergens opgeschreven. Misschien moet het maar op een dagje. Ja. 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 Nee, maar we doen wel ons best om het ook de kennis uit te dragen. Bijvoorbeeld, de STU heeft echt zo'n publicatie daarover. Een soort handboek binnen milieu. Nou ja, daar hebben we altijd onze bijdrage aan geleverd. En gezorgd dat de nieuwste kennis daar ook in staat. Dat is gewoon heel handig voor een arbeidshygiënist bijvoorbeeld. Een arbeidshygiënist is iemand die van heel veel dingen een beetje moet weten en ja, toch zijn weg moet kunnen vinden in de arbo-wereld. En dan geeft dit de belangrijkste informatie voor zo iemand. Ja, en je gaf eigenlijk, misschien was het zelf een voorgesprek aan, de data wordt steeds belangrijker. Want toen ik bij jullie op kantoor was, zag ik ook een dashboard. Ja. Waar ik toen mee aan het pionieren volgens mij. Ja. Waarom wordt dat steeds belangrijker en wat doe je ermee? Nou ja, belangrijker, er kan ook steeds meer en het is natuurlijk wel heel interessant om te kijken wat je daar dan mee kunt. En nou ja, 10 jaar geleden deden we metingen bijvoorbeeld door een datalogger ergens neer te leggen en dan, weet ik veel, 2 weken lang te meten hoe de temperatuur zich gedraagt en de CO2-concentratie bijvoorbeeld. En nu kunnen we dat gewoon real-time, nou ja, op je mobieltje kun je bijhouden van hey, dat gebouw daar in Eindhoven, daar staat het er nu zo voor. Vorig jaar had ik een gebouw op Malta van... waar we op die manier aan het meten waren, er stond op 6 of 7 plekken in dat gebouw zo'n monitor. Nou, en ik kon gewoon in Den Haag even zien wat er aan de hand was. Op een gegeven moment kreeg ik een sms'je van mijn opdrachtgever van hey, er drijft nu een groot schip voor de deur hier. Kun je even kijken hoe het er met fijnstof voor staat op het moment? Nou, dan kun je er meteen op reageren. Dus het geeft veel meer mogelijkheden om in te spelen op dit soort vragen. Je kunt veel, veel meer to the point adviseren ook. Maar je noemt Malta, dat is niet om de hoek. Nee, daar moet je even naartoe om iets te installeren. Maar ja, ik ben er 4 dagen geweest om eigenlijk voor 3 weken advies te kunnen geven. Ja. Dus dat is veel efficiënter. Maar je kan dus nu nog steeds daar op monitoren kijken. Dat maakt je speelveld ook veel groter. Ja, ja, de apparatuur is inmiddels weg daar. Hè? Dus we hebben dat tijdelijk neergezet. We hebben het laten terugsturen volgens mij. Zelf kan ik het terugbrengen. Ja. Ja. En ook niet zo dat we nou wekelijks dingen in het buitenland doen hoor. We zijn op dit moment wel vaak uitzoekwerken. Ook literatuurstudies en zo. Op dit moment zijn we ook voor een groot Deens bedrijf bezig. Wat iedereen wel kent. Dus dat is wel een beetje een hobby van ons. Vinden we ook leuk om dingen over de grenzen te doen. Maar de gebouwen onderzoeken, GOS is weliswaar in Nederland. Maar je schrijft toch ook mee aan de EU-wetgeving? Ja, je hebt natuurlijk Europese normen. En ik heb zelf een tijdje geleden al besloten om als het gaat over normen en richtlijnen schrijven, dat het best zinnig is om juist in de Europese context de tijd in te stoppen. Omdat natuurlijk heel veel landen tegenwoordig wat minder zelf schrijven. Wachten tot er iets door... Ja, Brussel door SEN over de schutting gegooid wordt en dat dan vertalen. Dus dan kun je natuurlijk beter in het schrijfteam zitten met een aantal andere Europeanen dan dat je in Nederland alleen maar teksten van anderen zit te vertalen. Ja, zo ambitieus ben ik dan ook wel weer. Kost ontzettend veel tijd allemaal hoor. Het is allemaal niet even intelligent en er moeten steeds compromisteksten. Het is ook wel deels allemaal politiek. Maar het, onder andere dat hele, we hebben nu natuurlijk die hele energiegolf, hè, die bijna energie-neutrale gebouwen. Net Zero Energy Buildings heet het dan in Europa. En dat zijn allerlei normen over hoe je nou test of een gebouw energiezuinig is en hoe je dingen moet uitrekenen op dat gebied. Maar ook in het kielzog daarvan is er dan een soort Europese norm geschreven die specifiek over binnenmilieu gaat. Hè? Temperatuur, lichtniveaus, maximale geluidniveaus van installaties, minimale verse luchtvervoer.
En daar heb ik dan aan mee mogen schrijven, met name het temperatuur- en het luchtkwaliteit deel. En dat zijn natuurlijk toch wel leuke klussen. En al zeg ik het zelf, niet onbelangrijk. Want ja. Je kunt als een kip zonder kop natuurlijk van alles aan de energiekant doen. Maar als je niet nadenkt over hoe zit het aan de comfortkant. Hè, voorkomen van overhitting. Zorgen dat die energiezuinige slaapkamer, dat er nog steeds iets van verse lucht binnenkomt. Dat gaat niet vanzelf. En jullie zijn nu expert op het gebied van binnenklimaten, licht, lucht en de klimaat. Als jullie de luisteraars en kijkers nou eens mee mogen geven van joh, let hierop. En je gaf net eigenlijk al aan een raam open. Wat kunnen we nog meer doen om het binnenklimaat eigenlijk aangenamer te maken? Nou ja, wat ik veel opdrachtgevers probeer mee te geven, bijvoorbeeld facility managers van gebouwen, die zitten vaak heel erg op wat is de richtlijn en als ik aan de richtlijn voldoe is het goed en als het niet aan de richtlijn voldoet is het niet goed. Inderdaad ook proberen mee te geven van nou ja, luister nou gewoon naar de mensen. En geen twee mensen zijn hetzelfde, dus voor de een is het een goed en voor de ander is het ander goed. Als 90% van de mensen in je gebouw vinden dat het te warm is in een enquête bijvoorbeeld, ja, dan hoef je niet te meten, maar dan moet je aan de thermostaat gaan draaien. En dat is een manier van denken en ja, het klinkt heel logisch nu, maar dat moet je soms even meegeven. Ja, dus ook om echt naar de mensen zelf te kijken en naar de behoeften van de mensen zelf. Ja, dat zie je ook vaak, dat zijn er discussies, hè, gebouwen waar klachten zijn en dan ja, het is niet goed en dan komt er iemand langs en dan, oh, het is 24,5 graad, volgens de norm mag het 25 worden, dus de mensen, het is psychisch, de mensen klagen ten onrechte. Terwijl ik dan denk, ja, maar als je even doorgekeken had, dan weet je, mensen doen hier wat actiever werk dan normaal, metabolisme is wat hoger dan normaal, dus die standaardnorm die jij als referentie gebruikt, die klopt hier niet. Maar praat dan even door, vraag het even aan die mensen, van wat doen ze op een dag? En nou, misschien lopen ze heel veel rond, of moeten ze een deel van de dag tillen? Dus gewoon verder kijken dan alleen maar sec de technische eisen. Geldt ook als je, wij schrijven ook mee aan programma's van eisen bijvoorbeeld, hè, dus nieuwe gebouwen. En dat je er goed nadenkt over van wat is nou hier precies het proces? Welke prestatie-eisen horen erbij? En vaak is ook een goed ontwerp of een goede set aan prestatie-eisen, gaat er ook om dat je een soort kaders creëert van nou ja, het geluidniveau moet tussen zus en zoveel liggen en de temperatuur tussen zus en zoveel. Dat je aanvullend mogelijkheden geeft voor beïnvloeding. En persoonlijk, ik sta vaak met verbazing te kijken. Dan heb je een nieuw programma van eisen voor bijvoorbeeld een nieuw kantoorgebouw. Er staat van alles in van ja, mensen moeten flexibel werken en thuis werken en tijd en plaats onafhankelijk. En dat moet allemaal vrij in te delen zijn. En alles gaat over flexibiliteit en op maat maken en instelbaarheid. Dan denk ik van ja, maar als je met die ogen ook kijkt naar licht, naar lucht, naar klimaat, dan is het natuurlijk heel logisch dat je kantoorruimtes maken waar de ene keer Jantje zit en de andere keer Pietje. Waar iemand ook iets aan de knoppen kan draaien. Waar je gewoon zelf iets kunt fine-tunen. Dus dat de ene kan de lichtwering open doen, de ander kan hem dicht doen. En die mag voor mij best automatisch als je maar kunt overroelen. Maar hoe gaat het dan als je het programma van eisen schrijft? Want je hebt, eigenlijk wat ik hier hoor is, je moet het niet zo zwart-wit lezen. Nee, en in hoeverre moet je dan wel lezen? Ja. Is er nog hoeveel error marge mag je aanhouden? Nou ja, je kunt aangeven bijvoorbeeld juist wat voor flexibiliteit erin moet zitten. Je kunt een eis stellen van het moet 24 graden zijn. Je kunt ook zeggen mensen moeten aan de knoppen kunnen zitten en dan tussen die en die temperatuur iets in kunnen stellen bijvoorbeeld. Ja. Dat is een iets andere manier van formuleren, maar daarmee leg je juist vast dat mensen invloed hebben en dat ze het zichzelf naar hun zin kunnen maken. En wat zou daar een mooie maatstaf zijn? Als je stel, er staat 24 graden. Ja. Zou je dan zeggen, joh, je moet een knop kunnen hebben van 22 tot en met 26? Ja, ik heb daar zelf, ik ben aan TU Eindhoven gepromoveerd op latere leeftijd, moet ik eerlijk zeggen, op dit onderwerp, persoonlijke beïnvloeding in kantooromgevingen. En je ziet eigenlijk, hè, mensen hebben verschillen in temperatuurbelevingen en verwachtingen. En als je het echt 100% van de mensen naar de zin wil maken, dan zou je met ongeveer plus of min 3 graden zou je de boel regelbaar moeten maken. Dus dan in de wintersituatie moet dat van 18 tot 24 graden, zoiets zeg maar. Heel veel installaties kunnen dat niet aan hoor, daar zeg ik ook eerlijk bij. Want je moet dan ja, toch iets grotere radiatoren dan normaal hebben bijvoorbeeld. Dus plus maar als een studie uitwijst dat dat eigenlijk het fijnst is, dan is het wel raar dat een installatie daar niet op uitgelegd is. Nee, maar het is een soort nieuw inzicht. Het is heel gek, want het zinkt altijd een beetje rond in de installatiewereld van je houdt altijd 10% klagers. Ja. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. En ja, dat is een soort misverstand. En dat komt uit een oud onderzoek uit 1970, waar dan op een gegeven moment 10% ontevreden mensen overblijven. Helemaal onderin de grafiek in de curve. Maar inderdaad hiermee, juist door naar individuele behoeftes te kijken, kun je dat wel doen. En die manier van denken gaat heel erg over een grote groep. Als je 1000 mensen hebt die je in één kamer zet en je mag er maar één temperatuur geven, ja, dan is het misschien wel zo dat er
ja, dat er altijd mensen zijn die het op hetzelfde moment te warm hebben, terwijl anderen te koud hebben op dat moment. Hoe gaat het bij licht? Want de temperatuur, dat kunnen wij meten, maar licht is veel lastiger voor een leek als je de spullen er niet van hebt. Hoe ga je daar dan mee om? Want de norm is 500 lux, begrijp ik toch, voor een werkplek? Ja, dat is wel echt een norm. Daar wordt het bijna religieus over gedacht, denk je soms. Van, het is 480, dus het is niet goed. En, ja. En dat is te veel, terwijl je ogen heel adaptief zijn. Als je op één moment in een ruimte staat met 300 lux en de andere is 500, je ziet dat verschil amper. Daar pas je heel makkelijk op aan. Maar toch staat het in de norm dat het 500 is. Ja, maar er staat heel veel in de norm. Maar dit is gewoon een van de vier parameters die uit de norm worden getrokken. Van daar gaan we op ontwerpen. Maar als je in die norm kijkt, daar staan wel 20 parameters die niet belangrijk zijn. Maar die worden min of meer genegeerd. Het maakt ook uit hoeveel licht er bijvoorbeeld op je gezicht valt. En voor iemand die in een laboratorium werkt, is het fijn dat hij ook voor zich uit iets goed kan zien. Niet alleen bijvoorbeeld platte vlak is. Zo staat er van alles in de norm waar nauwelijks aandacht aan wordt besteed. Wat ik merk is dat wat er vaak misgaat in gebouwen, zijn de contrastverschillen. Dat is iets wat er met licht heel vaak misgaat. Dat je naar iets wil kijken, terwijl vlak daarachter iets staat wat heel fel is, waar je door verblind wordt. Dat heb je als mens niet zo heel erg in de gaten, maar wat op een gegeven moment vermoeiend is voor je oog. En daar zie ik wel vaak problemen mee. Bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen die heel fel zijn. En dat merk je niet direct. En je bent ook wel gewend dat daar een lichtpak hangt en die geeft wat licht. En er is nieuw op gehangen en die is ook redelijk fel. Maar als je dat noemen ze de UGR-waarde, toch? Ja, dat is ook een maat daarvoor, ja. Ja. Maar als je dan die nieuwe met die oude gaat vergelijken, dan blijkt dat die nieuwe toch wel heel erg fel is. Omdat er hele kleine ledpuntjes in zitten, bijvoorbeeld. En dat is iets wat ik nu veel zie misgaan in gebouwen. Verblinding, dat speelde al. En dat is iets wat nu een veel voorkomend probleem is eigenlijk. Ja, ik zeg voor de grap wel eens, dan is op een gegeven moment de nieuwe techniek op de markt. LED-verlichting is een mooi voorbeeld. En dan zijn er hele volkszamen die denken van, vanaf nu gelden de medische, fysiologische, natuurkundige wetten niet meer. Nee. En dan gaan ze gewoon zomaar wat doen, bij wijze van spreken. Ik heb het nu over een jaar of 5 geleden. Dan krijg je allerlei problemen in gebouwen. Dat ergonomen elkaar aankijken, maar we hadden toch ooit met elkaar afgesproken, qua verblinding dit en dit. Hè? Dus helderheidsverschillen. En dan zie je dus correcties. En tegenwoordig zijn er natuurlijk fantastische LED-armaturen op de markt die wel goed voldoen. Maar dat is dan ook een soort doorslaan in techniek zonder te weten waar het in essentie om gaat. En dan kom ik weer terug wat ik aan het begin zei, is dat je een goed ontwerp staat op de mens centraal. De menselijke maat. En dat geldt ook voor licht en lucht en klimaat. Ja. Wat er bij licht ook wel meespeelt, is dat je echt grote individuele verschillen hebt. Dus wat er in een norm staat, is vaak bedoeld voor een grote groep mensen. Dat is dan voor 90% van de mensen oké. Okay. Maar daar heb je dan inderdaad ook 10% mensen die bijvoorbeeld heel overgevoelig zijn voor licht. Dit is niet het getal dat ik zeker weet hoor, maar ik had laatst een gebouw, daar werkten helemaal niet zoveel mensen in een afdeling. Er zaten 8 mensen in die afdeling, maar precies in die ruimte waren er 2 bij die echt flink overgevoelig waren voor licht. Dus die zaten daar echt met hoofdpijn als ze de ruimte binnenkwamen, dan voelden ze het al komen, zeg maar. Ja. Hoe kom je daar achter dat zij daar last van hebben? Ook door goed met ze te praten. Van de een was het ook wel medisch onderzocht, dus daar was het ook wel van bekend. Maar dan is vervolgens de vraag, wat is dan wel goed voor haar en hoe los je het hier op? Ja, dat zijn interessante vragen. En hoe heb je het opgelost? eigenlijk ook weer door, ik heb in ieder geval advies gegeven, om te zorgen dat het voor deze 2 mensen, dat ze heel veel mogelijkheden hebben om het zelf te beïnvloeden ook. Dus dat zij armaturen krijgen, in een soort van afgescheiden afdeling van een afgescheiden gedeelte van die ruimte, waar ze niet zo naar die armaturen van de rest van de ruimte kijken, maar dat ze daar ook zelf heel erg aan de knoppen kunnen zitten om, als het op een gegeven moment te fel is, dat ze het dan wat kunnen dimmen en is ten eerste al armaturen neerzetten waar dat risico wat kleiner is, of veel kleiner, maar ten tweede ook, dat als ze op een gegeven moment denken van nu wordt het veel en op een ander moment weer niet, dat ze het kunnen bijstellen. Ik zeg wel eens, dat het binnenmilieu is net als een hotel of zo. Je hebt een hotel, je hebt natuurlijk een visie wat de gemiddelde gast wil. De ene is er een dag en die slaapt 6 uur en die is weer weg. De ander zit er een week. Dus mensen zijn natuurlijk verschillend. Je zorgt voor een aantal basisdingen. Een knopje aan de muur, een kussen, een chocolaatje op het kussen, weet ik veel wat. Maar een goed hotel, althans dat is mijn persoonlijke ervaring, is van je wil altijd net even iets anders. Ik wil bijvoorbeeld altijd een extra kussen. Dan ga je daarom vragen en dan kan dat. Bij een goed hotel en bij een niet goed hotel gaan ze lopen zuchten. Dit gaat echt niet over super chic of niet. En sommigen die zeggen van, het was toch een beetje herrie, geen probleem, we zetten je aan de andere kant. Dus dan ben je echt aan het fine-tunen, zeg maar.
Nou, als je dat doet, dan weet je zeker dat je goede review krijgt en dat mensen terug willen komen. Ja. En dus dat is gewoon, er is een basis, maar daarna geef je heel veel mogelijkheden voor fine-tuning. En als je dat lukt bij 99% van de mensen, 100 gaat niet lukken, in plaats van dat je zegt, ik heb gewoon één stramien van iedereen die moet het maar met dat ene kussen doen, ja, dan kom je echt niet verder dan 70% of zo, denk ik. Maar begrijp ik hieruit dat je een soort TripAdvisor wil hebben voor de kantoren, van in hoeverre is de medewerker tevreden? Nou, we hebben er ooit wel aan gewerkt, ja, aan labels bij de ingang, een soort van binnenmilieulabel, ja, waar je gewoon naast je energielabel een soort label hebt van hoe goed is het binnenmilieu hier. Ja. Ja. Dat is de kookwekker. Oh. Ja. Ja. Nou, ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie komst. Okay. Leuk. Ja. Ja, we vinden het leuk om al over ons werk te praten. Ja, dat ik vind het ook heel interessant, heel leerzaam. Ja. En wat ik hier echt meeneem is dat de gebruiker centraal staat. En dat het toch heel fijn is als die zelf nog iets kan fine-tunen. Ja, ja, daar kun je ook echt op inspelen. Ja. Voor de kijker, bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering.